Welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige rechte. Het is maandag vandaag en ik heb weer een dag gewerkt. Het begin van de week is weer klaar. Zit er weer op helaas te doen. Of helaas, zit erop. Ik doe even mijn schoenen uit. En dan ga ik zo lekker om 6 uur een lekker napje eten. Ik had gisteren een eerste Q&A gedaan, maar dat was op een fiasco uitgelopen. Ik probeer het later nog eens een keertje. En bij te weinig animo stop ik ermee. Dan kan die helaas in de vergeten doos. Of in de mislukte doos. Nou, in ieder geval zit ik nog lekker op een t-shirtje te wachten. Zou tussen dinsdag en donderdag zou die komen, dus vanaf morgen kan ik erop wachten tot die binnenkomt. Ik ben echt reuze benieuwd, dat die binnenkomt. Als die binnenkomt, dan zal ik er nog een videootje van maken, een los videootje. Dus ik ben echt reuze benieuwd. Nou, ik ga het even lekker achter de computer hangen en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo! Zo, en daar ben ik weer even terug. Ik ga het zo eten. Maar ik heb nog eventjes een mededeling. En die mededeling is dus voor de mensen die mij aan het hart liggen. Het gaat over de PV. Ik trek alvast mijn schoen even om. Wat is er aan de hand met de PV? Nou, de PV. Ik vind het belangrijk dat de PV gestart wordt. Waarom moet de BV starten? Ik krijg steeds meer verzoeken van, joh, kan ik een filmpje van, met je opnemen, dit, dat, zus en zo. Zaterdag kreeg ik van een goede vriendin van mij ook het bericht van, joh, mag ik met jou een filmpje opnemen? Alinda, met jou wel, altijd. Met Alinda wil ik dus een vlogje gaan opnemen. Lijkt me hartstikke gaaf. Ze was ook heel erg vereerd om dat met mij te doen. Maar met haar doe ik het graag. Ja, een vlogje opnemen, hè. Niet dat jullie gelijk weer vieze dingen denken. Een vlogje opnemen. Maar ik krijg ook wel eens verzoeken van anderen. Ja, ik kan niet met iedereen een vlog opnemen. Zo simpel is het. Kijk, ken ik jou net zoals Alinda? Alinda kan ik. Dan neem ik wel een vlogje mee op. Maar ik kan niet met iedereen. Want als ik iedereen het tegen iedereen ja zeg, heb ik ook de verplichting om het te doen. En ik heb daar simpelweg gewoon geen tijd voor. Ik heb het druk door de week. Door de week moet ik de hele week werken. En heb ik geen tijd om tussendoor nog eens even een paar vlogs op te nemen met al mijn vrienden. Of al mijn volgers. Of degene, nou ja, nog geen eens mijn volgers. Ik bedoel gewoon met de mensen die met mij een vlog willen opnemen. Nou, was het alleen maar mijn vloggers, dan zou ik het nog doen. Maar dat zijn ook mensen die mij niet volgen en een vlog met mij willen opnemen. Sorry jongens, helaas, dat kan niet. Is niet mogelijk. En daarom is de BV belangrijk. En de BV gaat daar een hele belangrijke rol in spelen. De BV, wat stelt dat dan voor? Waarom gaat de BV een belangrijke rol erin spelen? Dat is zo omdat ik dan kan zeggen van, jongens, iedereen die in de BV zit, maak ik een video mee. Iedereen die niet in de BV zit, helaas. Dat is het grote verschil. En daarom wil ik graag de BV openen. En natuurlijk kan je, net zoals bijvoorbeeld weer even schaamteloze zelfpromotie, over 4 weken is de mini-meeting er. En dan mag je een foto met me nemen en even op de film met me. Dat vind ik niet erg. Maar ik kan niet door heel het land heen crossen terwijl ik de hele week moet werken. Dat gaat niet. Dus bij deze. Nou, ik ga even tot zover even de mededeling. Ik ga even op je eten en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Ik zou zeggen, tot zo. Oh, en ik ben inmiddels weer terug. Het is 10 minuten voor 1.
En het is tijd om naar bed te gaan, morgen weer vroeg op en weer werken een dag. Vanavond niet veel gedaan, een beetje filmpjes gekeken, even uitgerust. En ja, daar heb ik gezellig even aan de babbel geweest. En nu is het dus lekker tijd om te gaan slapen. Ik ben best wel moe. Oh, en ik heb best wel gehad weer van vandaag. Dus ik ga dan bij deze ga ik hem afsluiten. Het was weer even een kort vlogje, maar ja, door de week heb ik niet zoveel tijd en niet zoveel te melden wat er allemaal gebeurd is. Dus vandaar. Boekito, denk ik, ga dus even op de tas zitten. Voor de grap. Dat is ook wel eens grappig. Hey. Mafbeest. Oké, nou in ieder geval, ik zou zeggen, jongens. Vond je deze vlog leuk? Doe even een blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog hier op It's Your Tracks. En ik zeg altijd: skabadi, skabadoe, skabadabadoe.